Hi, leuk dat je kijkt. Welkom. Ik ben Tom Lassink, beursbox.nl. Ik ga het vandaag hebben over een aandeel in de kopermijnindustrie. En de reden is dat ik denk dat de kopertrend nog heel lang gaat voortduren. En dan zijn kopermijnen natuurlijk heel interessant. Nu heb ik recent Southern Copper gekocht. En helaas heb ik die met stoploss verlies weer moeten verkopen. Omdat die toch onder een steun kwam, want ik dacht, ja, dan vind ik het te link worden. Nou, ik heb nu een nieuw aandeel gevonden waarvan ik denk dat het kansrijk is en ik wil het je vooral laten zien. We gaan even naar Finance Yahoo. Nou, we zien hier Freeport Mac-McRoran Incorporated, FCX is de code, de tickercode. En hij is vrijdag omlaag gegaan de koers. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ook goede aandelen gaan soms dagbasis wel eens onderuit. Nou, als we eens kijken naar het aandeel, het kost $37,24. Ze hebben een dividend en dat is 0,8%. Ik vind dat fantastisch. Voor mij hoeft dat hoge dividend niet, als ze maar een dividend uitkeren. En de reden is dat de directie dan altijd alert moet zijn dat er genoeg cash is om dat dividend te kunnen betalen. En dat zorgt ervoor dat ze goed op de kaspositie letten. En ik vind dat een positieve zaak. Gaan we naar de statistieken. Dan zien we dat het bedrijf op dit moment $54,5 miljard waard is. En op dit moment de koers-winstverhouding is 30,3. Dat is hoog. Maar de koers-winstverhouding voor het komende jaar wordt verwacht op 10,4. En dat is natuurlijk veel beter. De PEG-ratio is 0,36. Alles onder de 1 is positief. Dus dat is heel erg gunstig. Dit ziet er goed uit. Dan heb ik nog niet gekeken naar de short-positie. Short-positie is 1,78 van alle aandelen en 2% van de float. Dat is wel stevig. Dus er is een reden om daarnaar te kijken, want het is meer dan dat je zou verwachten. Ik vind dat tussen een 0,8 en 0,5, 0,8% short-positie achter zit altijd wel iets. Maar 2% is meer dan dat en is dus wel van belang. Nou, de profit margin 11%. Operating marge 26%, keurig, helemaal niks mis mee. Return on assets 6,4, dat had iets beter mogen zijn. Return on equity 12,9, is ook niet helemaal optimaal. Maar goed, je kan overal zout op slak leggen. Kijken we naar de schuld, dat is 9,8 miljard schuld en 4,7 miljard aan cash aanwezig. En wat er dan belangrijk is, is die levered free cash flow, dat is de cashflow na belasting, 3 miljard. Nou, dus ik ben helemaal niet zo bezorgd over die cashpositie die kleiner is dan de schuld, want er komt 3 miljard cash bij ieder jaar en eigenlijk in anderhalf jaar tijd zou die positie neutraal zijn. Eigenlijk is het op zich niet ongunstig om vreemd geld te hebben, omdat je dan meer rendement met eigen kapitaal maakt. En zeker bij grondstofaandelen is het zo dat die natuurlijk zo'n enorm beslag op kapitaal leggen vanwege die mijnen, vanwege die apparatuur die ervoor nodig is, dat het niet zo gek is dat ze ook heel veel schulden hebben. Dus in die zin, positief verhaal. Nou, gaan we dan verder zoeken. Dan kijken we bij de holders. Ook daar heb ik nog niet eerder gekeken. Dan zien wij dat de insiders 0,57% hebben, dus op zich vind ik dat wel een goede zaak. En dan bijna 80% ligt bij de institutionele beleggers. En dat is op zich een heel mooi teken. En dan zien we ook dat de Standaard, de BlackRock, Vanguard, State Street, FMR, dat zijn de grote jongens, die zitten hier gewoon vol in. En dan ook echt gewoon vol met 4,5 miljard, hè, bijvoorbeeld BlackRock. Dat is dus heel positief. Die grote jongens hebben er vertrouwen in. Dit is een aandeel wat hun vertrouwen wel heeft en daar beleggen ze in. Dus heb je zoiets van, ja, moet ik wel beleggen in zo'n aandeel? Nou, de grote jongens vinden van wel. Die zitten erin. Positief. Ze zitten ook natuurlijk in een aantal indexfondsen. Dat is niet zo gek, omdat dit aandeel deel uitmaakt van de nodige index. Dus positief. Nou, gaan we kijken naar de profile en ik wil even naar hun website. Freeport, About Us, dat heb ik al eens eerder gezegd, dat vind ik belangrijk om te kijken van ja, wat gaat er over. Ja, dit is wel echt vanuit de medewerkers die aan het werk zijn, dus op zich netjes. En dan de overview, even zien, dan zit ik, dat is deze. Daar kom ik niet veel verder mee. Corporate governance.
Nou, ze zullen ongetwijfeld zeggen dat ze dat allemaal heel goed doen. Ik wil naar de board of directors, die wil ik wel zien. Wie zitten er in de board? Nou, er zijn drie oude blanke mannen. Dan gelukkig nog een mevrouw ertussen, daar nog een vrouw tussen. Dus op zich, het is natuurlijk wel de oude blanke man is in de meerderheid. Maar ook twee vrouwen in de board, op zich is dat positief. Gaan we eens even kijken bij Atkerson. Hij is de chairman of the board en de CEO. En hij is gediplomeerd van Mississippi State University met een BS degree. Nou staat BS voor bullshit, dus bullshit degree. Nee, dat staat er hier niet in, maar BS is normaal gesproken bullshit. Dus even kijken. Hij is bij Arthur Anderson is die partner geweest. Dat is geen positief. Dat heeft wel wat te maken met die bullshit degree die hij heeft gehaald misschien. Arthur Anderson was een van de grote vijf. Maar is toen eigenlijk gewoon opgeheven vanwege het feit dat daar behoorlijke fraude plaatsvond. Dus dat is geen plus als je zegt, ja daar ben ik partner geweest. Dat is dan even wat minder. En ik zou die BS degree zou ik gewoon anders beschrijven. Maar ja. Even kijken. Nou, voor de rest zie ik niet zoveel. Hij is wel actief geweest. Het zal een goede manager zijn. He, dus het is op zich, ik heb natuurlijk wel commentaar. Maar dan even bij deze mevrouw kijken. Zij is alleen een directeur. Die externe directeur, dus wat wij hier in Nederland ook wel kennen, maar dan de, hoe noem je dat weer? Ja, dat heb je dan, Raad van Commissaris. Zo zit zij erin. Kijk, zij heeft tenminste een BA degree, dat is misschien wel beter als een BS degree. Die mevrouw nog even kijken. Ja, waarom die dan daar deel van de Raad van Commissarissen, Raad van Directeuren heet het dan. Het is waarschijnlijk omdat ze ervaring hebben in het leiden van bedrijven. Maar je moet het wel eigenlijk een beetje, ja, het is een bijbaantje. Dit zijn niet de mensen die hier leiding aan het bedrijf geven. Leadership. Nou, gaan we daar eens kijken. Ja, Atkerson die geeft dan de leiding aan en de chief financial is deze mevrouw. En zij is eigenlijk voortgekomen vanuit het bedrijf zelf. Nou, prima. Goed, dan is er een heleboel aan nieuws te vinden, neem ik aan. Ze hebben een en ander aan mijnen. Ze zitten ook in Indonesië, in Grasberg. Dat is in de jaren 80 ontdekt en daar zitten ze dus in. Ik denk dat voordat je überhaupt overweegt om een positie in te nemen, zou je gewoon door die site heen moeten lopen of je dit een interessant bedrijf vindt. Nee, dat is echt wel heel erg van belang. Er zijn ook presentaties. Ik denk dat het heel goed is om daar doorheen te kijken. Ik wil even hier vertrekken en terug en dan naar de chart gaan. En dan eventjes de max zien. Ik had deze chart ook nog niet bekeken. Wat je ziet is dat wij in 2008 een positie hier boven de 60 is hier geweest. Nou, vervolgens is er een daling geweest naar, nou goed, dan zie je 10. Dus een 85% daling, hè. Dus dat is er even geweest. Vervolgens weer een stijging tot bijna het vorige niveau. Dan een daling weer tot achterlijk laag. Onder de 10, 6 zelfs. En dan zie je nu dat we recent een verdubbeling hebben gehad. En vervolgens we zijn er nog niet. Hier, je ziet hier de stijging van de jaren 10. En dan knalt hij omhoog met de daling die we nu zien. En dus we zijn gestegen tot 45 zowat. En dan vervolgens een daling tot 37.
Nou, dan is het belangrijk om toch te zien van ja, maar waar zitten we dan nu? We zien hier een lijn ongeveer, die zal ik even trekken, want dan zien we hem zometeen als het goed is terug. Dat ik deze lijn trek. Het luistert zo nauw, hè? Dan is mijn muis niet de meest geschikt. Ik zet hem even op. Heel erg voorzichtig. Zo. Nou, hier zie je dat het is een beetje, hè, maar het is wel een lijntje dat ik zeg van oké, zou interessant kunnen zijn. Dan gaan we toe naar de 2 jaar, wat we dan zien. Dan zien we dus inderdaad een tijdje die heen en weer vliegen en dan knallen we omhoog. Nou, dan kunnen we ook naar de 1 jaar, want dat eerste deel hebben we niet zoveel aan. En dan zie je die stijging. De laatste tijd gigantisch omhoog en dan nu toch die daling. Nou, dan zou ik deze lijn even iets duidelijker trekken door hem hier te leggen. En de reden is dat er hier een gap is. Die gap zit ook ietsje erboven en ietsje eronder. We zitten wel op het niveau. Dan hebben we teruggekomen naar hier. Nou, daar heb ik zoiets van. Nou, ik denk dat dit wel een nette lijn is om te trekken. Je zou zelfs kunnen zeggen van nou, trek hem hier. Waarom? Dan hebben we hier de gap. Hier de bodem, hier een gap, bodem, zou ook nog kunnen. Dus je ziet, er zijn verschillende mogelijkheden om dit te bespelen. Wat heb je dan? Nou, dan heb je nu een eerste steun. Er is er nog één. Ik pak deze even op, ik ga nog verder. Want je kan nog dichterbij, kan je hem ook hier leggen. Ik had deze grafiek nog niet gezien, dus vandaar je ziet nu hoe ik dat doe. Als je dat dan zou doen, dan heb je hier de gap en hier de steun en hier de steun. Nou, dat is natuurlijk voor de snelheid en de actualiteit natuurlijk fantastisch. Deze is misschien nog wel het mooist. En dan praat je op over een steunlijn op 34,45. Nou, ik heb recent met Southern Copper heb ik dit ook gedaan en daar is hij eronder gegaan en vervolgens ging hij weer boven. Dat komt af en toe voor, dat hij er net onder gaat en jammer, ik ben eruit gegaan. Nou, dus dan zou je kunnen zeggen van nou, dan pak ik niet deze, maar dan pak ik diegene daaronder en dan heb ik wat meer ruimte. Kan. Je kan ook de stoploss totaal weglaten, want zeg je dan, het is de trend van koper, daar geloof ik in. En wat die koers dan nu even op de korte termijn doet, kijk ik niet naar. Helemaal goed, je besluit dat zelf. Dit is geen advies om iets te doen. Ik wil je vooral veel mogelijkheden laten zien waar je aan kan denken. En in dit geval is het een interessant aandeel, dat heb ik al bekeken. Maar je moet even kijken wanneer stap je in. Je ziet hier ook een gap. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als ik dan eventjes eentje bijtrek. Maar ja, kijk dan even ongeveer hier. Oh. Zo. Als je voorbij, nou zeg eventjes, de 39,5 bent, dan zou je kunnen instappen. Nou, dan heb je eigenlijk nu, dan zeg je, ja, maar dat is hoger dan nu, dan ben ik mijn eerste winst kwijt, dat klopt. Maar dan heb je die eerste weerstand heb je overwonnen. Nou, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Je kan ook zeggen, ja, niks ermee, ik ga er nu gewoon in. Ik geloof erin en ik laat hem gewoon lopen. En dan weet je, er kan hier nog wat weerstand ontstaan. Maar dan heb je die eerste 8% winst heb je al binnen als hij dit heeft overwonnen. Dat is natuurlijk ook weer zo'n overweging. Hoeveel risico wil je lopen? Daar zit dus eventjes een puntje van ja, moet je zelf gaan kijken van waar voel ik me goed bij en waar voel ik me lekker bij. Dus nou, dat zijn dan de mogelijkheden. Je ziet hier steun en weerstand in deze grafiek nu staan. En dan is het punt van, ja, wanneer stap je dan in? Het is het koperaandeel. Ik denk dat dat een markt is die nog heel ver kan gaan. En dan is het aan jou, wil je daarin beleggen of niet? Vond je het een interessante video? Geef dan een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je. Denk je dat anderen hier ook wat aan hebben? Geef dan die link door aan die anderen, dat ze die video ook kunnen gaan zien. En voor de rest hoop ik je een volgende keer weer aan te treffen. En wens ik je heel veel beleggersgeluk. Tot de volgende keer. Houdoe.